7 uur 's ochtends. En we gaan weer naar de range, want we hebben lesjes vandaag. Ja, we hebben net Bent opgehaald, maar die zit buiten beeld. Kijk, daar is ze. Hoi! Was jij er ook bij? Op wie zal ik toen dan? Oh ja. En we hebben deze ochtend weer een lichtelijk zonnetje. Yay! Zaterdagochtend, de eerste les is alweer begonnen. Het is de laatste les van Elise, onze juf. Nou, dit zijn de eerste kindjes. De zaterdagochtend 8:30. De allerkleinste, heel schattig. En de kleine kindjes doen dus ook wel vaak spelletjes. Kijk maar, ze zitten achterstevoren erop. Ach. Kijken wie er het meeste water in zijn bekertje houdt na een rondje stappen. Dit zijn Anne en Puk en die staan lekker Maribel te aaien. Maribel gaat zo meteen rijden. Een en al gezelligheid hier. Ze zijn een beetje aan het springen. Kijk of Scarlett er overheen springt. Hop, klein sprongetje. En daar gaat Maribel. Kijk of Maribel er overheen springt. En hop. Nou, dat was niet meer een huppeltje dan een sprongetje. Netjes hoor, Anne. Weer een nieuw lesje met Maribel en Lars en Tarin Poco en Anne Scarlett. Maribel is een beetje confused. En Bent en Famke en Anne zijn vlechtjes aan het maken bij Blaze. Bente moet op een krukje staan, anders kan ze er niet bij. Bente denkt, we doen het makkelijk. Geen vlechtjes, maar gewoon knotjes. Van een staartje. Lekker makkelijk. Oh ja, moet je vlekje zien liggen. Vlekje is plat. Hier. Vlekje. Woehoe. Diepe slaap. Oh, een staartje gaat een beetje heen en weer. In gesprek. We hebben weer een en al gezelligheid hier in de auto. We zitten te wachten tot moedertje Famke komt ophalen. Famke daar. Ja, die niet zo heeft te kijken. Hoi. Bang is voor de camera, die. En daar hebben we nog Bente, die brengen we thuis. Die is niet zo bang voor de camera, dat valt dan mee. Okay. Jij wel, hè? Ik wel, ja. Zo, de kinderen zijn allemaal weer afgeleverd. Nu gaan we even boodschappen doen bij Van der Twil. En daar zijn we weer bij Van der Twil. We gaan weer naar de ranch toe. Even nog wat laatste dingetjes doen. Ik moet nog twee paarden doen. Nog steeds weer Blaze en Tango. Even bedenken nog wat ik ermee ga doen. Of ik ga rijden of dat ik ze ga logeren weer. Lekker kip eten, lekker ontspannen. Lekker kip eten. Ik ga lekker kip eten. Lekker ontspannen, lekker kip eten. Ik heb besloten dat ik Tango eventjes... loszet. Ik ga nog wel wat plassen, maar ik was hem wel daarna. Ik vind hij wel even lekker. En Blaze zou ik even een stukje mee wandelen. Komt hij ook nog eens ergens. Het is trouwens nog steeds een beetje grauw. Het is niet echt zonnig geworden vandaag nog. Zo, Tango mag even los. Kom maar, vriend. Gaan we. Met Blaze aan de wandel. Ik rij hem bijna eigenlijk alleen maar in de bak. En nu doen we eventjes buiten een rondje, dan ziet hij ook nog eens een keer wat anders. Let it.
een lekker rondje op de Salinja. Meneertje is weer ontspannen. Lekker ontspannen, lekker kip eten. Nee, hij eet geen kip. Jij eet geen kip, hè? Nee. Hij is helemaal blij. En ik zie al dat mijn andere grote vriend, Tango, die heeft mooi zijn benen helemaal in de bagger. Dus die moet ik even gaan wassen. Oeh, daar komt hij. Hij zit naar zijn zin gehad, hoor. Kijk die benen, joh. En niet alleen zijn benen. Benen, dat zijn witte voetjes. Ja, dat zijn witte voetjes. Kop. Lekker kopje, Tango. Nou, Tango is ook weer klaar. Die is ook weer schoon. Is leuk. Hij een half uurtje plezier. En ik een half uurtje wassen. Por favor. De Spanje heeft een snor. Proost. Dit was alweer mijn vlog voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. Geef je eventjes een duimpje omhoog. En tot morgen.